Goedenavond en welkom bij deze derde video van hoofdstuk nummer 15. Vandaag ga ik het hebben over keramische materialen. Nou, en voordat we daar gaan beginnen, wil ik eigenlijk beginnen met een filmpje waarin eigenlijk al duidelijk wordt hoe belangrijk keramische materialen zijn. Nou, er zijn een aantal leerdoelen, daar komen we straks later op terug. We gaan naar dat filmpje toe waar ik het al over had. We gaan het hebben over Space Shuttle Columbia. En Space Shuttle Columbia, die was op een gegeven moment heel erg bekend geworden. En dat heeft te maken met een ramp die er gebeurde nadat hij voor, ik geloof, 10 vluchten al in de ruimte was geweest. Maar vervolgens bij de, nou ja, bij de volgende herintreding van de aarde, dus bij de volgende landing, ging het gruwelijk mis. En dat kun je zien op de beelden die je hier ziet. Dit ziet er nog hartstikke prima uit. Maar hier gaat iets mis, want je ziet daar dingetjes loskomen. En hier zie je dat er nog veel meer onderdelen loskomen. En dat is natuurlijk slecht nieuws. En je zult het kunnen gokken. De astronauten aan boord van deze shuttle hebben het helaas niet overleefd. De hele shuttle is uit elkaar geklapt. En die is op verschillende plekken nog neergestort op aarde. Maar helaas, ja, voor de astronauten aan boord was het afgelopen. Nou, het zal je weinig verrassen dat er hierna een groot onderzoek is geweest naar hoe het nou precies kon. En dit heeft te maken, of de oorzaak van het ongeluk heeft te maken gehad met het hitteschild dat de shuttle had, die gemaakt is uit keramische tegeltjes. En hier zie je een fotootje van de Space Shuttle Endeavour. Dat is een andere Space Shuttle uit dezelfde generatie als de Columbia. Maar je kunt hierin heel duidelijk zien dat de shuttle eigenlijk een soort van getegeld is, zoals dat misschien ook thuis bij jou in de badkamer is. Nou, waarom willen we nou per se keramische tegeltjes op de onderkant en op de bovenkant trouwens ook van die shuttle hebben? Wat is daar nou precies het nut van? Nou, wat keramische materialen ontzettend goed kunnen, dat is warmte isoleren. Als je dan aan de buitenkant, zeg maar, de aarde weer gaat naderen, dan wordt het daar heel erg heet. En daar kan de temperatuur wel oplopen tot 1500 graden. Maar op het moment dat je aan de binnenkant van die tegels voelt, en dus eigenlijk daar waar de astronauten zaten, dan is die daar maar slechts 20 graden. Dus de warmte die werd uitstekend buiten gehouden. Dat is een ontzettend goede eigenschap van keramisch materiaal. Een nadeel van keramisch materiaal is dat het ontzettend broos materiaal is. Er hoeft niet zo heel erg veel mee te gebeuren voor keramisch materiaal om beschadigd te raken. En zeer waarschijnlijk is er tijdens de lancering of in de tijd aan of in de tijd dat de shuttle in de ruimte heeft gezeten, zal het misschien tegen een beetje ruimtepuin zijn opgebotst, waardoor er een van deze tegeltjes misschien zou zijn beschadigd of misschien zelfs helemaal zijn losgehaakt. Eén van die twee. In ieder geval op het moment dat deze beschadiging plaatsvond in de ruimte, is deze niet opgemerkt. En op het moment dat die shuttle weer ging landen, dus terugging naar de aarde, toen is deze de shuttle fataal geworden. En toen was dus ook daadwerkelijk het probleem dat dat keramische materiaal, nou ja, eigenlijk de beschadiging in het keramische materiaal, dat die de hele shuttle fataal is geworden. Nou, naar aanleiding van dit onderzoek kun je ook stellen dat NASA niet alleen naar keramisch materiaal heel erg veel onderzoek doet, niet alleen voor het ongeluk, maar ook daarna nog veel verbeteringen mee doorvoert. En dat is eigenlijk waar NASA continu nog steeds heel veel onderzoek naar doet. Niet alleen naar keramisch materiaal, maar ook zelfherstellende polymeren. Want stel je zou een keramisch materiaal aan de buitenkant van je shuttle kunnen doen, die ook nog eens een keertje zelfherstellend zou kunnen zijn. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Dan zou zo'n shuttle zichzelf op moleculair niveau kunnen repareren nadat er zo'n kleine beschadiging heeft opgetreden. Nou, en daarvoor heeft NASA natuurlijk ongelooflijk veel research centers verspreid over de hele Verenigde Staten.
De partner in Europa, dat is de ESA. En die doet ook allerlei onderzoek. Nou, samen wordt dat gecombineerd en samen worden ook nou ja, nieuwe experimenten daarvoor gedaan. Op aarde, maar ook op de International Space Station, de ISS. Zodat deze nou ja, onderzoeken, deze resultaten gedeeld kunnen worden. En op termijn zelfs ook in nou ja, consumentenvervoersmiddelen gebruikt zouden kunnen worden. Een voorbeeld daarvan zou je kunnen denken aan de lak van een auto. Die kan altijd beschadigd raken. Dan krijg je van die krassen in je auto. Het zou fantastisch zijn als die krassen in de auto, als die zichzelf zouden herstellen. En dat je dus je metaal gekleurde auto of je metallisch gekleurde auto, dat die zichzelf weer nou ja, herstelt nadat jij toevallig ergens iets hebt gehaakt. Of dat iemand jou heeft gehaakt. Nou, echter, als ik zeg keramiek, dan denk je misschien niet zo snel aan space shuttles. En je denkt ook niet misschien snel aan onderzoek dat NASA daaraan doet. Waar je veel sneller aan denkt, zijn oude Chinese vazen of van die vazen waar vroeger met Delft blauw netjes gekleurd is. Daar zul je misschien veel sneller aan denken. En dat is compleet juist. Dat is waar keramiek op aarde natuurlijk als eerste van af is gestapt. En de voordelen hiervan, die zijn heel duidelijk. Die waren heel duidelijk al op het moment dat we dit gebruikten als keramiek. Dus ver voor de tijd van de space shuttles hadden we keramiek op vazen zitten, zoals deze. En dat deden we met specifieke doelen waarom we dit zeg maar gebruikten, dit materiaal. Nou, voordelen waren dat het bijvoorbeeld heel hard was. Dat hard, dat zorgt ervoor dat heel mooi alle materialen goed bewaard konden blijven erin. En dat het ook wel een heel klein beetje tegen een stootje kon. Echter, de warmtegeleiding zorgde daar ook voor dat het mooi koel bleef binnen. Dus je kon ook heel goed eten erin opslaan, zonder dat het daarna ontzettend ging bederven. Of tegelijkertijd heel erg ging bederven. Vervolgens zijn er ook een aantal nadelen. Ik ga eerst even de nadelen doen, want dan gaan we daar, dan gaan we dat slijten mee kunnen pakken. Kijk, een nadeel is dat het heel erg kwetsbaar is bij beschadigingen. Dat hebben we gezien in het voorbeeld van de Shuttle Challenger. En dat zien we ook in het voorbeeld van het plaatje met de vaas. Een beschadiging is erg gevaarlijk. Een keramieke schaal zal niet, of een keramieke vaas of een keramieke tegel, die zal niet slijten. Maar op het moment dat hij beschadigt, dan is de kans dat hij breekt heel erg groot. En vaak doet hij dat breken niet in 1, 2, 3 stukjes. Nu, dat doet hij meteen in een miljoen miljard stukjes. Dus hij is super handig. Hij is super hard. Hij geleidt nauwelijks warmte. Elektriciteit verschilt een beetje per soort. Maar hij doet het of niet, of hij doet het faalfantastisch. Maar dat slijten en dat kwetsbaar bij beschadigingen, dat is denk ik een belangrijke combinatie voor wat je hier ziet. Het is namelijk zeer hard, zeer goed bestendig tegen van alles. Maar op het moment dat je er een beschadiging in hebt zitten, dan ben je eigenlijk klaar met dit product. Dan moet je eigenlijk al naar een nieuw iets doen. Nou, waar vind je keramieken? Nou, keramieken vinden we overal om ons heen. Zand, glas en porselein zijn alle drie keramieken. Dat zou je misschien alleen bij porselein zou je dat verwachten. Niet van glas. En ook zeker niet van zand. Maar de structuur zoals een keramiek is opgebouwd, is voor glas, zand, porselein en zelfs diamant, is dat vrijwel vergelijkbaar. En hierin zitten voortdurend zuivere stoffen. En dat zijn bijvoorbeeld, of dat zijn verschillende soorten stoffen die dat zouden kunnen zijn. Daarnaast kunnen keramieken ook gecombineerd worden met andere onderdelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan polymeren, of wellicht aan metalen. In dat geval zijn we twee onderdelen met elkaar aan het mengen. En om dan de gemeenschappelijke eigenschappen van dat materiaal te beschouwen, nou, daarmee spreken we wederom over composieten. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de bepantsering van een tank. De platen die je hier zo ziet aan de zijkant van de rupsbanden, daar zitten ze mooi aan de buitenkant, daardoor kun je ze goed aanwijzen. Dat zijn platen die gemaakt zijn van metaal en keramisch materiaal tegen elkaar aan, gelaagd.
Dus dan heb je een laag metaal, een laag keramiek, een laag metaal, een laag keramiek. En door de sterke platen en toch het absorberend vermogen van het metaal wat het heeft, kan het de klap beter opvangen op het moment dat het geraakt wordt door een, nou ja, kogel of wellicht een exploderende mijn of een IED in de buurt. Nou, nu hebben we een aantal voorbeelden gezien van wat keramiek is. We weten ook waarvoor het heel handig is. Maar laten we nu even richting de scheikunde gaan. Want wat is nou zo geweldig aan die keramieken? Nou, keramieken die ontstaan pas bij zeer hoge temperatuur en zeer hoge druk. Denk hierbij als allermakkelijkste voorbeeld aan die diamant die ik zo net noemde. Op het moment dat je een diamant wil maken, dat gebeurt over het algemeen diep onder de grond, onder gigantisch hoge druk, wordt dan die diamant gevormd. Nou, bij die hoge druk is vaak ook hoge temperatuur aanwezig. En eigenlijk is het andersom, want eerder is het hoge temperatuur en die druk, dat is eigenlijk een secundair onderdeel. Bedenk daarvoor bijvoorbeeld aan zand, dat is door hoge temperatuur is dat samen gaan zitten in de structuur zoals we dat kennen, maar daar is niet noodzakelijk hoge druk bij nodig. Hier geldt overigens wel weer, net zoals wat bij alles geldt, verschillende stoffen, verschillende eigenschappen, verschillende processen om het te vormen. Oftewel, hoge druk en temperatuur, dat zijn onderdelen die afhankelijk van de grootte van de temperatuur en de grootte van de druk meespelen in het vormen van een specifieke soort keramisch materiaal. Nou, hoe ziet het er dan uit op moleculair niveau? Op moleculair niveau, of op atomair niveau kan ik misschien beter zeggen, zijn keramische materialen altijd een mengsel van twee of meerdere materialen, waarbij er tenminste altijd één niet-metaal in zit. En daarnaast kan er nog een tweede element in zitten. En die mag sowieso een metaal zijn of een niet-metaal. Maar er is tenminste één niet-metaal aanwezig. En als je drie elementen in de mix hebt, dan heb je tenminste één metaal en die andere twee kun je kiezen. Dat maakt in principe niet uit voor wat voor materiaal dat dan is. Of wat voor soort atoomsoort het is. Maar als er maar één niet-metaal in zit. Nou, we kunnen deze keramieken, die kunnen we dan gaan onderverdelen. En de eerste onderverdeling die is redelijk eenvoudig. Dat zijn de traditionele keramieken en de technische keramieken. En de technische keramieken, die hebben we gemaakt op laboratoria. En dat is dus eigenlijk waar NASA heel erg druk mee is. Om verschillende nieuwe technische keramieken te maken met eigenschappen die kunnen dienen voor het doel wat zij daarvoor voor ogen hebben. Daarentegen, de traditionele keramieken, dan moet je weer denken aan die oude Chinese vazen of het oude Delftse blauw, want die zijn gemaakt onder andere met klei. En eigenlijk de mineralen in klei maken die traditionele keramieke vazen zo ontzettend sterk. Een tweede manier waarop we ze kunnen indelen is de soort rooster. En hier gaan we zo even induiken. Nou, want hoe kunnen we ze zien? We kunnen ze of zien als een ionair keramiek of als een covalent keramiek. En dit is heel erg afhankelijk van welke soorten elementen er aanwezig zijn in een bepaalde keramische stof. Dus voor een ionair keramieke stof, als we het dan hebben over meerdere elementen waarvan de ene niet metaal is, als we dan naar een ionaire stof willen gaan, dan zal er vaak een metaal tegenaan zitten. En een metaal en een niet-metaal, dat is, zoals we uit de vierde klas al weten, een zout. Dus een zout is eigenlijk een vorm van een ionaire keramieke stof. Is dat 100% het geval? Nee, helaas niet. Maar in veel gevallen is een zout, een zoutrooster, kun je zien als een keramiek of een ionair keramieke stof of materiaal. Nou, hetzelfde kun je zeggen voor wanneer er niet-metalen met niet-metalen zitten. Dat is dan een voorbeeld van een moleculaire stof. En deze zou je kunnen zien als een covalente keramiek. Let er hierbij even op dat niet alle moleculaire stoffen, veel meer dan bij de zouten, lang niet alle moleculaire stoffen zijn dan ook keramieken. Absoluut niet. Keramieken zijn over het algemeen altijd vast, dus dat is een hint die je alvast kan nemen. Maar nog steeds, als een stof niet een kristal is of niet zo'n kristalrooster heeft, ook dan is het geen keramiek. Dat kan niet.
Laten we als eerste gaan kijken naar Ionaire. Bij Ionaire gaan we eigenlijk voor een stuk gaan we iets zien wat we ook bij zout al lang gezien hebben. Wat we eerder al gezien hebben bij zouten, is natuurlijk dat op het moment dat je een ionbindingen krijgt, dat er elektronen worden overgedragen. Doordat die elektronen worden overgedragen, ontstaan de positieve en negatieve ladingen. En dus als we Na en Cl aan elkaar binden, dan krijg je een Na plus en een Cl min. En deze zitten in een vast rooster tegen elkaar aan. En we hebben ook wel eens gezegd dat dat natuurlijk logisch is als er dan een negatieve naast een positieve naast een negatieve zit. En zo verder. Dat is allemaal hartstikke logisch, want positief en negatief, die trekken elkaar aan. Daar waar twee positieve elkaar afstoten en daar waar twee negatieve elkaar afstoten. Wat is er nou aan de hand in het rooster als we kijken naar een keramiek? Wat er nou blijkt is dat een natriumatoom, daarvan weten we dat die graag één binding aan wil gaan, en een chlooratoom, waarvan we ook weten dat die één binding aan wil gaan. Als we kijken naar een rooster en we weten dat er een aantrekkingskracht is tussen positief en negatief, dan mogen we stellen dat er niet slechts één binding wordt aangegaan, maar zelfs vier bindingen worden aangegaan. En dat kunnen we zien in dit plaatje hier, als we ons focussen op het natriumion, wat hier in het midden zit. Zelfs zes bindingen gaat hij aan. Deze natriumion, die gaat zes bindingen aan. Hij gaat namelijk niet alleen een binding aan met één van de chloortjes. Feitelijk wel, want feitelijk doet hij met slechts één van de chloortjes doet hij het elektron uitwisselen. Maar dat gebeurt heel vaak na elkaar. En door dat rooster heeft hij vervolgens slechts een binding met zes. Dat zou je kunnen zien als een ladingsbinding. Dat is niet een fysieke binding waarin er voortdurend elektronen worden overgedragen. Maar wel een lading waarbij, of een binding waarbij de positiviteit en de negativiteit aan elkaar trekken. Nou, en dat doet hij dus met zowel voor als achter zich, als boven als onder zich. En dan ook nog eens een keer links en rechts. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus deze rode natriumion is gebonden aan alle vier de chlorionen en de chlorionen erboven en onder. Dus alle onderdelen hebben op dat moment een binding voor elkaar. Dit geldt in zouten, maar dit geldt ook in keramieken. En daardoor is het vaak zo dat als je kijkt naar een zoutstructuur of een keramiekstructuur met een ionaire karakteristiek, dat een bepaalde ion veel meer bindingen heeft dan dat je dat werkelijk zou verwachten. Zelfs als je in dat geval een uitgebreid octet zou meenemen. Hij heeft er meer dan je zou verwachten. Nou, hoe kan dat? Nou, dat heeft alles te maken met dus de lading en de aantrekkingskracht tot de deeltjes ernaast. En dit is ook de verklaring die je in de praktijk kunt waarnemen als je ooit hebt gekeken naar het atomium. Het atomium in Brussel. Als je kijkt naar het atomium in Brussel, ik heb geprobeerd een plaatje te vinden waarin de bindingen zo duidelijk mogelijk staan. Als je kijkt naar dit atoom wat in Brussel staat, dan kun je kijken naar de middelste, die zie je hier. En hoeveel bindingen heeft deze nou? Deze heeft, als je met me meetelt, 1 binding, 2, 3, 4 naar achter, 5, 6, 7 en eentje naar beneden is 8 bindingen. Dus hij heeft in totaal 8 bindingen. Dat zijn niet 8 fysieke bindingen waarin hij 8 keer elektronen deelt. Nee, dat zijn 8 bindingen waarin hij dus die ladingsverschillen heeft. En dit is dus een voorbeeld van een keramische en dan waarschijnlijk een zoutstructuur. Of sorry, niet een zout, een ionische keramische structuur. Ofwel een zoutstructuur zou eventueel ook kunnen, maar ja, opties, keuzes, mogelijkheden. Maar dat is een verklaring waarom deze dus 8 bindingen heeft, terwijl je dat eigenlijk nooit ziet in een structuur. Nou, als we deze gehad hebben, gaan we nu naar de covalente keramiek. En de covalente bindingen die spelen hier een veel grotere rol in het rooster dan dat je dat natuurlijk bij een
ionrooster hebt. Want daar is eigenlijk geen binding, omdat er door in een binding eigenlijk elektronen zijn overgedragen. Maar hier is de binding zodanig dat er wordt gedeeld. Dus er zijn elektronen tussen de atomen in. En die zul je iedere keer weer moeten waarnemen. Even een korte reminder, namelijk, dit is een tetraeder. Dit is een atoom met het omringingsgetal 4 en die maakt 4 bindingen. En de hoeken van deze bindingen, die waren ongeveer 109 graden, zodat alles zoveel mogelijk uit elkaar lag. Daarbij hebben we het over het model VESPER. Valence Shell Electron Repulsion. En daarvoor kun je eventueel, als je dat zou willen, even terug kunnen kijken in paragraaf 12.2. Nou, wat er hier gaat gebeuren, heeft alles te maken met deze tetraeders. En ik ga 4 plaatjes tevoorschijn toveren. En het is even belangrijk dat je die goed met elkaar blijft vergelijken. We beginnen helemaal bovenaan. En ik zie dat mijn webcam een heel klein beetje in de weg zit, dus ik ga deze even benaderen. Als je hierin kijkt, dan moet je, als het goed is, kunnen opvallen dat die tetraedervorm daarin zit. 1 bolletje wijst naar achter en die andere wijzen naar boven. Je zou het als een kubusje kunnen zien, waarbij 3 hoekpunten, vier hoekpunten de buitenliggende atomen zijn. En in het midden zit het centrale atoom wat roze is getekend. Als ik hiervan 4 exacte kopieën neem. Die 4 kopieën zie je 1, 2, 3, 4. Als ik die 4 heb, dan kan ik die vervolgens zo tegen elkaar aanschuiven. En op de zijkantjes of op de zijkanten daar zet ik lege kubussen neer. Wat je hier moet realiseren, dat op het moment dat ik deze 2 tegen elkaar aanschuif, dan heb ik een lege met een gevulde en een gevulde met een lege. Deze die hier naar onder staat, die valt op het moment dat ik deze 2 tegen elkaar aanvalt, exact over deze heen. Dus deze atoom en die atoom zijn exact dezelfde. Hetzelfde geldt voor wanneer ik deze alle 4 tegen elkaar aanschuif. Deze zit in de rechtsbovenhoek en komt dus in het middenpunt van deze 4 blokjes te zitten. En die ook. Dus die zijn dezelfde. Als we dat weten, dan kunnen we deze 2 4 blokjes, dus zeg maar dit is 2 keer 2 en dit is 2 keer 2 met een hoogte van allebei 1. Dan kunnen we ze ook verticaal bovenop elkaar zetten. Als we dat doen, dan zien we dat er nu 2 deeltjes op deze 2 komen te zitten en die 2 deeltjes die komen op die 2 te zitten. Daarbij zijn er dus geen overlappende deeltjes. Op het moment dat we dat bekijken in de tweede structuur, waarbij dus alle 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aan de achterkant daar een klein beetje zichtbaar, 5, 6, 7, 8, dan zien we dat er dus deeltjes over elkaar heen vallen. Deze 2 deeltjes die vallen daar over elkaar heen. En wat je nu ziet is, als het goed is, die 3 hoekjes van de tetraeders, die zie je langs elkaar heen vallen. En je ziet dus ook, als je een beetje creatief met me meekijkt, goed ruimtelijk inzicht laten zien jongens, dan zie je, als het goed is, 1, 2, 3, 4, 5, 6 deeltjes aan elkaar gebonden. Dus hier zien we een 6-ring ontstaan. Is dat dan een bezemering? Nee, het is geen bezemering. Bezemeringen die hadden een dubbele binding, die kon ronddansen in het midden. Dat heeft deze niet. Maar wat we wel zien is een 6-ring. Nou, als we deze structuur heel vaak reproduceren, dus hier hebben we 3 van dit soort blokken, keer 3, keer 3, keer 3, dan zie je dat dat een heel grote complexe structuur geeft. Maar wat je misschien ook opvalt, en dit is heel lastig te zien hoor in dit plaatje, deze 3 hoeken die hier getekend zijn, deze 2 zitten voor die hierachter. Dus 1, 2, 3, die vormen een plat vlak en daarachter zit deze. Nou, hierachter, hier zo in, zitten dus vlak op vlak op vlak op vlak.
Maar die zitten allemaal aan elkaar gebonden. Waardoor je een ongelooflijke stabiliteit krijgt. En dus een ongelooflijk sterke structuur. Nou, en dat is natuurlijk wat je verwacht van een keramiek. Die ongelooflijke hardheid. Nou, dan heb ik er nog twee plaatjes bij gevonden. Die ga ik jullie gewoon even laten zien. De ene beweegt, waarin je dus heel duidelijk kan zien dat deze voor, achter, achter, voor is. Dan zie je dus die zit er voor, die zit er nu voor, dus dan zit die achter. Dus kijk even, neem even een moment waarin je dit zeg maar met elkaar vergelijkt. Want het zijn iedere keer dezelfde plaatjes. Net als deze trouwens. Dit is gelijk aan nummertje 2. Allebei zijn ze trouwens gelijk aan nummer 2. Waarbij je hier achter, voor, achter, voor. Waarbij je dus weer diezelfde structuur herkent, hopelijk. Nou, dan ga ik als laatste ga ik even door met een opsommingskaartje. In deze materialen, kaart kun je eigenlijk alle onderdelen zien van de eerste paar paragrafen van dit hoofdstuk. Namelijk de metalen hebben we het over gehad, met als onderdeel daarin de verschillende legeringen. Waarbij we overigens niet zo diep in de legering zijn gedoken dat je verschillende ijzer, aluminium en koper legeringen moest leren. Maar het zijn dus verschillende types legeringen opgebouwd uit verschillende metalen die gecombineerd worden met elkaar. In de tweede paragraaf zijn we begonnen met polymeren. Waarbij we allereerst een stukje eigenlijk herhaald, nou ja, niet heel veel herhaald, maar waarbij we de thermoharders en de thermoplasten hebben gehad. En toen we het, nadat we het ook over rubbers gehad hebben, hebben we de elastomeren geïntroduceerd. Dus dat zijn alle polymeren. En dan moet daar nog natuurlijk bij opkomen dat daar ook zelfhelende, zelfherstellende polymeren tussen zitten. Nou, en vandaag hebben we het gehad over de technische keramieken en de traditionele keramieken. En we hebben daarnaast ook een onderscheid gemaakt tussen de ionaire en de covalente keramieken. Die zitten hier nog eigenlijk als een tweede soort van rangschikking. Wederom zijn er composieten mogelijk. We hebben al gekeken naar de polymeercomposieten. Dat hebben we in de vorige paragraaf gedaan. En er zijn ook keramische composieten. Hierover staat in het boek nog het een en ander. En als je dat eenmaal doorleest, misschien tweemaal, dan is dat voldoende. Goed, daarmee heb ik alles gehad wat ik voor nu wilde vertellen. Je moet hier het een en ander over kunnen leren, want je zult met de keramieken zul je aan de gang moeten gaan. Mocht je het daarbij handig vinden, de structuren die je nu net gezien hebt, zeker die van de covalente, die moet je zeker niet 3D zelf na willen tekenen, daar word je heel erg ongelukkig van. Waar ik je naar kan verwijzen is tabel 6, 67, 67 D in het BINAS. In tabel 67 D in het BINAS staan er zo een heel aantal structuren die we vandaag ook gezien hebben. De bovenste van siliciumcarbide, dat is degene die we ook behandeld hebben net met de tetraedrische structuren. Die kun je herkennen daar wellicht. En voor de diamantstructuur kun je in 67E kun je die wellicht herkennen met de schijven, de laagjes van de zes ringetjes die bovenop elkaar gelegd worden. Nogmaals, dit zijn hele moeilijke ruimtelijke inzichten, hele moeilijke ruimtelijke plaatjes. Ga ze niet kapot leren, maar kijk dat je ziet waarom die structuren zo sterk kunnen zijn door die verschillende lagen die er ontstaan. Nou, hierbij hebben we wederom huiswerk. We gaan van een schokkende 3 opgaven per paragraaf nu naar een 4e opgave per paragraaf. Dus dat wordt hard werken. Daarbij wens ik je heel veel succes, veel plezier en geniet ervan.